Oud-president Donald Trump zei dinsdagavond over alle 37 aanklachten die hij te horen kreeg onschuldig te zijn. Hij noemde het proces het meest gruwelijke machtsmisbruik uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. En als klap op de vuurpijl verklaarde hij later voor zijn aanhangers dat hij de huidige president Joe Biden wil gaan vervolgen. als hij tot president wordt verkozen in 2024. Genoeg om te bespreken, dus dat gaan we doen met Thomas Blom van de buitenlandredactie. Redactie. Thomas, welkom. Hey. Um, gisteren, ja, het was weer, alle networks stonden aan. De, de, de kolonnen werd real-time gevolgd. Hoe keek je naar het schouwspel? Ja, fascinerend. Ja. Want het blijft natuurlijk ongelooflijk dat een oud president daar zo wordt opge, opgejut bijna. Ja. Vanuit helikopters wordt hij gefilmd. Het is waanzinnig. En tegelijkertijd is dat met die misschien ook nog wel. Nadelig, want het gebeurt nu zo vaak dat je er bijna ongevoelig voor wordt. Ja, daar gaat hij weer. Terwijl het eigenlijk steeds erger wordt wat er gebeurt. Ja, zijn, zijn aanhangers hebben al lang besloten dat het, uh, dat het een uh, machtsmisbruik is. Ja, eigenlijk zou je dat kunnen zien. Ja. Um, hij zegt dus: um, het wordt hem allemaal aangedaan door de grote eh, machtshebber, de, de zittende machtshebbers. Daar La, de machtshebbers. Laten we even naar de feiten kijken. Wat, waarvoor wordt hij nu aangeklaagd? Nou, hij heeft, ik meen. 31 documenten die zeg maar, staats, staatsgeheimen zijn, die heeft hij in zijn huis bewaard. En dat is tegen de regels. Daar komt het eigenlijk om neer. Ja. Het is hem gevraagd om die documenten terug te geven. Hij heeft een aantal, 13.000 documenten daar liggen. Daar ja. heeft hij dus een hoop van teruggegeven en een aantal niet. En daar wordt hij dus nu van beschuldigd dat hij de spionagewet heeft overtreden. Ja. Je mag het gewoon niet in je huis hebben. En het is namelijk heel gevaarlijk om dat daar te hebben, want iedereen kan erbij. Ja, wat voor soort documenten praten we over, los van het feit dat ze geheim zijn? Nou, er, wordt, er is nog steeds niet. Specifiek duidelijk welk kan het zijn, maar er wordt al wel natuurlijk op gehind wat het is. Het zou over nucleaire geheimen gaan, het zou over uh, de capaciteit van uh, bevriende landen gaan, over acties, militaire acties tegen Amerikaanse soldaten. Ja. En nou ja goed, dat, daar moet je aan denken. Dat soort, uh, dat soort dingen, dat lag bij hem thuis. Oh, en een correspondentie met een uh, buitenlands uh, staatshoofd. Ja. Dat is mogelijk uh, Noord-Korea, toch? Dat zou, dat zou heel goed kunnen, want hij had een, een bevriende relatie met uh, Kim, ja. Ja, nou heeft hij dat in een of andere badkamer of zo heeft hij dat bewaard in, in, in Mar-a-Lago. Zijn er al uh, bewijzen van dat hij het ook echt met mensen heeft gedeeld... waarmee hij het niet mag delen? Nou, er wordt in de aanklacht gesproken... dat hij op zeker twee momenten zou hebben uh, opgeschept... tegen een schrijver en tegen een producer, meen ja. ik. Uh, zou hij opgeschept hebben over dat hij geheimen over Iran wist. Ja. ja uh, maar in hoeverre dat nou allemaal vastgelegd is... en dat het heel duidelijk is dat hij geheimen gedeeld heeft... Ja, dat zal in de rechtbank gaan blijken. Ja, hij heeft een uh, had een medewerker, een soort, soort, soort velle, uh, ja? een soort rechterhand. Iemand die alle... Hand- en spandiensten doet voor iemand. Die, die is onderdeel van het complot. Kun je dat, kun je dat uitleggen? Ja, de, die man heet Walt Nauta. Die heeft met hem in het Witte Huis gewerkt. Ja. En is daarna met hem meegegaan naar Mar-a-Lago. loyal... Uh, servant noemen ze, dus ja. een, een trouwe, trouwe vriend van hem. En die zou in opdracht van Trump al die, die dozen steeds hebben verplaatst in Mar-a-Lago. En ook op het moment dat de FBI kwam zoeken, zou hij nog ze verplaatst hebben zodat ze het eigenlijk niet konden vinden. En dus deze man wordt ook beschuldigd van ja, conspiracy of het belemmeren van uh, de rechtsgang. Ja, um, nou heb ik begrepen dat die, dat die aanklager die deze zaak doet, de zaak ook een beetje heeft opgeknipt. En dat het nu eigenlijk heel specifiek de eerste aanklacht maar over één specifiek deel gaat. Is dat, is dat dat hij puur uh, het, het, het proberen, geprobeerd heeft steeds te verplaatsen? Ook als de FBI, of als, het, als hem gevraagd werd om het, uh, om het, te, om het uh, terug te geven? Uh, uh, nou ja, dat zijn dus, het gaat dus eigenlijk om twee dingen. Ja. En het bezit. Dat mag niet. En vervolgens dus het, het belemmeren dat de FBI dat wilde terughalen. En er ja. zijn natuurlijk ook nog voorbeelden: Hillary Clinton, Mike Pence, de, zijn oud-vicepresident, Joe Biden. Die hebben ook, zijn ook niet heel zorgvuldig met documenten omgegaan. Nee. Maar die hebben het uiteindelijk allemaal teruggegeven. Ja. Op het moment dat daar om gevraagd werd. En Trump heeft dat niet gedaan. En dat is nu wat hem lijkt te gaan nikken. Nou, nou schijnen er ook geluidsopnames van uh, uh, geweest te zijn, hè, waarin hij het ook min of meer toegeeft. Ja, kijk, hij heeft altijd in het openbaar gezegd. Er is niks aan de hand. Uh, hij heeft ook in een interview met Fox gezegd dat hij het heeft gedeclassified. Uh, dat presidenten dat zelfs kunnen doen door er slecht aan te denken. Ja. Heel bijzonder dat het allemaal kan. Uh, maar op die geluidsopname heeft hij het erover dat het dus misschien beter is uh, dat de FBI de documenten niet vindt en dat ze de really bad ones, dat ze die maar beter kunnen laten verdwijnen. Ja. Kijk, daaruit blijkt dat hij wel degelijk wist dat er iets aan de hand was en niet dat het allemaal in orde was. Amerika is ontzettend gepolariseerd. Uh, republikeinen en Democraten vallen buitenland over elkaar heen. Hoe, hoe, hoe leeft dit? Nou ja, het is natuurlijk, je kan het eigenlijk al van tevoren uitdokteren. Als je het aan democraten vraagt, daar vindt het grootste het merendeel vindt dat die veroordeeld moet worden. En een klein deel zegt. Nou, het hoeft niet. Kijk je naar republikeinen is het gewoon andersom. Daarvoor zegt de ja. meerderheid. Hij moet niet veroordeeld worden. En zeggen ze ook nog eens een keer van als hij straks weer op het stembiljet staat, gaan we gewoon weer op hem stemmen. Ja, tegelijkertijd zie je ook wel weer dat er bepaalde republikeinse politici, uh, ook een heel klein beetje een soort van, die hebben dan vaak zelf ook ambities geloof ik om president te worden, die maken al een beetje een kanttekening van uh, ja, maar anders moet hij maar gepardoneerd worden. Daarin impliceert wel het antwoord dat hij mogelijk fout zit. Ja, kijk, dat is natuurlijk deze zaak. Eerdere zaken die Trump aan zijn boek kreeg, dat, daar zat altijd nog een beetje ruimte in. Van, ja. Het was een kleine regel, technicality, zeggen ze dan. Nee, was het nou echt waar, was het nou niet waar? Moeilijk, moeilijk ook aan achterband te verkopen. Maar in dit geval, ja, er zijn toch wel heel veel mensen die zeggen, het is wel een sterke zaak. Dus ja. er zijn toch misschien wat republikeinen die denken, nou, het zou wel eens mis kunnen gaan. En die heel langzaam gaan voorsorteren van, hoe kunnen we dit straks, mocht het allemaal uiteindelijk zover zijn kunnen we er een draai aan geven. Ja. Trump is in allerlei opzichten een historische president. Uh, het past ook wel misschien wel een beetje in zijn patroon... dat hij nu weer voor de rechter staat. Maar als je uit de Amerikaanse geschiedenis moet gaan bekijken... hoe historisch is dit dat hij op deze manier aangeklaagd wordt? Ja, het is natuurlijk... It's a first. Ja. Yeah. Er is nog nooit een president of oud-president... Uh, überhaupt gearresteerd en voor moeten komen. En nu zijn het ook nog eens een keer federale aanklachten. En dat is nog een stapje hoger dan op het niveau van de staat. Dat is bijvoorbeeld het verhaal met, uh, met Stormy Daniels. Dat, ja. dat speelde in de staat New York. Dit is een federale aanklacht. Nog wat erger. Is nog nooit gebeurd. Dus ja, historisch is het. Maar goed, uh, Trump die weet altijd zich overal weer uit te wurmen. Dus wie weet. Ja, als je nu uh, als je de commentaren leest hè, op verschillende sites... Um, jij zegt het net zelf eigenlijk ook wel een beetje. Is er eigenlijk wel een hele sterke zaak? Want hoe gaat dit er aflopen? Ja, nou ja, kijk, zelfs Bill Barr, dat is de oud minister van Justitie, die door Trump zelf is aangesteld. Die zegt ook: het is een hele sterke zaak en hij is eigenlijk het haasje. Nou, zijn er ook nog wel wat mensen die zeggen: ja, hij heeft natuurlijk wel. Het is Vast dat hij die documenten daar had, dat het allemaal niet mag en dat het de wet overtreden is. Maar het is de spionagewet waar hij op wordt aangeklaagd. Ja. Het is de vraag, heeft hij buitenlandse mogelijkheden hiermee geholpen? Ja. En daar wordt het natuurlijk alweer wat vager. Dus er zijn nog wat mensen die zeggen, misschien komt hij er nog wel mee weg. Wat gaat hij doen voor zijn uh, ambities uh, voor, uh, voor een tweede termijn in 2024? Want uh, hij heeft zijn aanhangers die, zijn, die stemmen hem, op hem wat hij ook doet. Uh, je hebt natuurlijk mensen die hem voor afschuwen, maar het gaat altijd even over dat middellaagje die kijkt van wie is nou de beste voor mijn portemonnee? Hè? Een beetje de zwevende kiezer, zoals we ja. hem uh, noemen. Wat, wat, wat gaat dit met hem doen, denk jij? Nou ja, kijk, het, het vreemde sowieso al is dat hij mag gewoon. Waarschijnlijk, dat zijn ook weer juride, juride, ju, uh, juristen zijn ja. er over aan het stergelen, Maar de kans is vrij groot. Hij mag gewoon meedoen met ja. de verkiezingen. Want de grondwet die gaat over wie of niet mee mag doen met de verkiezingen. En de, de grondwet zegt daar niks over. Nee. Dus hij kan waarschijnlijk gewoon daar op het stembiljet staan. Maar het kan, het kan in theorie zijn dat hij straks in de gevangenis zit. Ook dat. Er is zelfs een voorbeeld. 1920, Eugene Debs, dat was een socialist. Die zat in de gevangenis omdat hij socialistische teksten aan het verspreiden was. Die heeft voor de socialisten meegedaan. En heeft vanuit de gevangenis heeft hij een kleine miljoen stemmen nog opgehaald tijdens ja. de verkiezingen. Dus het kan allemaal. Uh, Alleen, ja, de vraag is, vinden mensen dit dan natuurlijk een goed idee om op iemand te stemmen die misschien uh, de gevangenis uh, dreigt in te gaan? Want waarschijnlijk gaat het over de verkiezingen heen gedeeld worden, het hele proces. Het hele proces. Ja. Het is uh, never a dull moment met, uh, met Trump, laten we het zo zeggen. Uh, Thomas Blom van de Buitenland Redactie, dankjewel. Graag gedaan.